Daar stiet de container. Van boet een kerele container, maar van binnen hartstikke smoek. I love being over you. Haar huis is een haven, alle manier haar kaai. Ze noemt het haar beer op een noordenwind, speelt lege spiegels waarom naar de zee. De kop is droog. Nu moet ik nog kiezen. Wat wil ik van een jong sien en jaren? Ik heb opschieten, jongens, maar het was perfect. Mooi. Ze hebben ook. Ja, dat zal wel heftig zijn geweest. Dat is heftig. Je bent Gerry Talsma en Sjoerd Bootsma, dat zijn twee programmeurs. Je bent in een goede stemming, Jerk wel. Ja, het is, vandaag is een geweldige dag en dat is gisteravond begonnen met het symposium in Tresor. Prachtige avond met Atte Jongstra, Remco Eggers met mooie gedichten. En veel publiek, het enthousiasme straalde bij iedereen eraf. Ja, ja, maar het zwitterpunt is van een joen, hè? Van een joen moet dat vooral echt gebeuren. Nou, dat klopt absoluut. En ik heb er heel veel vertrouwen in. Als ik al zie wat het gisteravond en vanmiddag al publiek was, maar vooral ook de kwaliteit van de optredens. Ik ben wel blij. Omdat we vinden dat het hoort bij dit prachtige festival. Explore de Noord, zo heet het. En waarom Explore de Noord? Omdat het af en toe heerlijk is om even omhoog te kijken en niet te denken aan de gekte van wat er aan de onderkant gebeurt. Always the same wins or losers. I sing to myself at the end of the day when I know what the blues is. Volgende, Philip Gross, een dichter uit Zuid-Wales, die wordt vertaald door Sid Brunja. No wonder we talk about playing hose jets on the conflagration. Fire and water recognize each other from way back, a shared childhood. Is this dancing? See them rush into each other's arms. Geen wonder dat we spreken over waterstralen die spelen vaar op de vuurzee. Vuur en water herkennen elkaar van eeuwen geleden, een gedeelde kindertijd. Ze dansen, kijk hoe ze elkaar in de armen vliegen. So what do you reckon from Tiet's poem? He is a man I'm very glad to work with. I'm entirely happy to trust with my poems. It's like, is this a man I would be happy to let babysit my children? Yes, very much. Ja, de ellende met zijn festival is, er is zo volle moois te zien. Dit is de Lutherse Tjerke, Zeeljocht, ze binnen aan de gang. Selecteert. Ja, het is een bepaald gevoel, een bepaalde sound. En een sound kun je in de muziek hebben, maar een bepaald geluid kun je ook in de literatuur hebben, die zich moeilijk laat verklaren. Als ik zeg mediterraans gevoel, iedereen snapt dat onmiddellijk. Maar het noordelijk gevoel, ik denk dat mensen dat ook heel goed snappen. Daar hebben we op geselecteerd, of je in dat gevoel zit. En dat klinkt altijd een beetje zweverig, maar als ik drie verschillende bands laat horen, zeggen mensen, ja, dit komt uit Scandinavië. Hon slog med baksidan av den kortskaftade handyxan. Tre slag. För varje slag smärtade det i kinden och tinningen där hans slag hade träffat henne. Ze sloeg met de achterkant van de korte bijl. Drie slagen. Bij elke klap voelde ze de pijn in haar wang en slaap.
daar waar zijn slagen haar hadden geraakt. You had a sign obsession here in Leeuwarden, in a bookshop. How was that? Oh, it was surprisingly good. Yeah, I had no idea what was going to happen. I mean, I turned up here in the Netherlands for the first time and in a bookshop, and you know, is anybody going to? Surprise, surprise! They like your books. Yeah, yeah, very nice. Ja, wat je misjug en jij is een project van de Popacademie. Ik zal net zeggen, er is overal wel wat, maar er zijn wel een heel soort prachtige locaties waar iedereen en al onderwijs is. Dit is Post Plaza. Ik zal nog een optreden van Lonely Deer. Hier is de door. Nog op waar naar 2018 moet ik natuurlijk nog even zeggen. Ja. Daar word ik nou blij van. Daar word ik echt blij van. Dat zou echt zo'n fantastische katalysator zijn voor al die mooie dingen die hier nu gebeuren. En dat zou het zo internationaal op een groot voetstuk kunnen zetten. En ik denk dat Friesland dat gewoon verdient. We zijn geen dubbeltjes, we zijn kwartjes. En dat mogen we best wel eens laten zien aan de rest van de wereld. Ja. Nou, twee kwartjes in het Explore de Noord. Tongues, I trust, will speak me perfectly. Nothing lost in the translation. Niets gaat verloren in vertrouwen. Dank u wel. Dank u wel.